Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij, Hans de Beste. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering van een random game. Vandaag doen we de game Mudrunner. De game is nog niet echt zo oud, pas een paar jaar, 2017. Ik kwam deze omdat ik de nieuwe game zag, Snowrunner. En die wil ik straks ook al gaan spelen, pas einde van het jaar voor mij. Komt die uit? Oh, nee, nee, het is helemaal verkeerd, daar komt de 28e uit. Dus waarschijnlijk als deze video online staat is hij al uitgekomen, 28 april. In ieder geval, we gaan het een keer spelen. Want ik vond eigenlijk, ik had het een keer gespeeld en ik vond het best wel leuk. En toen dacht ik, wel leuk. Dus we gaan eens kijken wat we vandaag moeten gaan doen. Even kijken, ik ga naar de minimap. Oké. Eerst moeten we een semi-trailer gaan ophalen. Oké. Zullen we dat doen, hè? Dan even grendeling af. Ik vind eigenlijk first person wel het meest leuk om te rijden. Als je dit vaker wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Laat ook gewoon in de comments achter of je dit gewoon als een aparte serie wilt zien. Dan kan ik daarvoor kijken. Zelf vind ik het heel leuk om te spelen. Maar dan weet je... Moet ik hier... Rechts? Een beetje boeren, een beetje. Als je eens een keer Euro Truck Simulator wilt zien, kan ook. Dan vind ik dit iets uitdagender. Euro Truck Simulator meer voor de. Meer van de long run. Dan zit je echt een uur ineens door dezelfde game te spelen. Hop, hop. Het enige nadeel is dit. Maar hey, ik kan mezelf los takelen. Ik ga echt laag als ik die boom neerhaal. Dit gaat soepel. Oh hey. Oh hey. Nou, ik denk dat ze nu wel enigszins gaat. Ook al is dit niet handig, maar maakt niet uit. Wacht, draaien. Klikken, draaien, ja. Sturing vind ik ook wel leuk. Vind ik wel. Geen aparte besturing ofzo. Kom op. Probeer het gewoon in één keer te doen. En... Nee. Oh nee, wacht. Die boom. Ja. Ik ga eigenlijk wel lachen als ik straks vond. Dat is die boom. Ik had het niet gered. En wel de sound effect mooi. Nee, soms echt gevoel dat je helemaal uitkijkt dat je die volgende keer neerhaalt. Die boom. Als je zo ook links onderin ziet, kun je allemaal zien wat kan. Nou ja, alle wielen gebruiken, dus 4x4 of gewoon B gebruiken. Gewoon de suspension volgens mij aan of uitzetten. Tenminste dat die een vaste stand zit of gewoon flexibel is. Het gaat ook gewoon met fuel. Dus om de tijd moet ik wel gewoon tanken. En er zit ook gewoon netjes een verbruik bij. In principe kan ik ook schakelen, alleen ja. Maar staat die nou op automatisch of... ik wel niet schakel, ik zou het eigenlijk niet doen. Dan. Oh. Hey. En dan gas geven. Oh wacht, waar moeten we naartoe? Daar moeten we naartoe, dus dan moeten we gewoon via de weg, I guess. Oh wacht, wacht, wacht. Ja, nou snap ik het. Nee. Oh. Wacht. Reset. Oké. Kijk, je kunt eigenlijk heel je eigen weg uitstippelen. En dan zou ik zeggen gewoon hier naartoe jeeten en dan hier naartoe. En dan gaan we wel een lekker stukje off-road pakken. Dan gaan we daar niet langs, dan gaan we gewoon zo. Oh nee. Daar naartoe. Daar naartoe. Daar naartoe. Daar, daar, daar en dan zijn we er. Zo, let's begin, hè. We hopen dat we het eerste stuk al doorkomen. En ik hoop ik niet. Dan was ik hier niet heen. Ben ik over, denk ik, heen. Ik hoor allemaal bommen. Oh ja, ze werken ook met schade, dus als je iets ongeluk aanraakt, dat zoveel hitpoints. Nou, als die hitpoints op zijn, dan ja, ben je fucked up. Nou, we kunnen gaan babbelen. Geen radio. In ieder geval, jullie vakantie. En nog extra dingen die jullie willen zien. Mooi. Ik wou het zeggen. Er zijn nog extra dingen die jullie willen zien, dus extra video's. Ons wel maken, tenminste kan proberen. En zijn er dan ook specifieke dingen die jullie willen zien, zoals, nou ja, nog een extra aflevering, of het leer, nog een extra aflevering. Noem het nog op eigenlijk. Maakt mij niet veel uit. Nou, hier de wachten. Suggesties zijn altijd welkom. Livestreamen kan ik misschien kijken. Ongeveer. Jawel. Kijk, ik kom er gewoon doorheen, jongens. Even afkloppen. Blijf ik direct hier rond de hoek vast sta. Kom op. Oh, net. Maar zoals je ziet is de map best wel groot. Niet heel groot. Alleen die nieuwe map van Snowrunner. Hier is weer rood. Dus het lijkt me eigenlijk best wel gaaf om die te gaan spelen. Mooi. Nou, het eerste stukje zijn we door, hoor. Het eerste stuk zijn we door. Ja, ik moet wel door het water. Kan er genoeg komen? Ja. Ik moet door een gebouw heen ofzo. Hier komen we al tegen het eerste probleem aan. Oh. Oh! Zeg toch? Ik zit even te wachten tot ik eerst het boom weer haal. Ik ben hier gewoon rechts op af. Dus... even de camera loskoppelen. Oh. Eén tegelijk, oké. Okay. Nog één tegelijk. Kan ik al een stuk sturen? Ja. Achteruit is mogelijk. Nou weer trekken. Ja. Yeah. En gas geven. Kijk. En dan... zo. Nee. Loskoppelen. Ja. Yeah. En dat is goed, dat moet ik nou uitkomen. Nee. Ja. Yeah. Kijk. Een beetje draaien en dan... okay. Kijk, we komen er wel. En dan loskoppelen. Dat is te zien nog niet zo handig. Yeah. En dan weer eruit trekken. Zo. En dan weer loskoppelen. En dan hoog er langs komen. Gaan we sturen? Nee. Dan gaan we het weer opnieuw proberen. Aan die boom. En dan... oké. En loskoppelen. En we zijn weer vrij. Dan moest ik hier links. Ja. En dan gaan we weer verder. Rusten. Ja. En dan vervolg ik hier mijn weg weer. En dan hier rechts. Eén voordeel is geen digiverkeer. Dus je bent alleen in de band. En dan gaan we weer op rood. Oké, de camera dan. En dan gaan we weer. Zoveel mogelijk de zijkantjes pakken waar het verhard is. Anders sta ik direct weer vast. Nice. Gas geven, gas, 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 gas. Hoe ben ik er al? Hoe ben ik er serieus al? Ja. Oh. achter dat importeren. Het is niet dat hij het meest handige daarvoor is. Om hier achteruit in te verkeren, maar hey, als ze het willen, doen we het er. Mee draaien, dan weer vooruit. Altijd leuk dit. Verder, verder, verder. Ja, dan zit ik waarschijnlijk vast tegen zo'n opstap. Nou, het oude is piep, piep, piep. Maar ik zit verkeerd. Wacht, ik keer hem even helemaal anders in, want... Zo. Ah, jezus, wacht. We zetten hem even wel anders neer, want... Nu rustig naar achteren. En bijdraaien. Dit is wel onzin eigenlijk. Zo. Doe maar zo, hè. Gewoon een stuk verder erin douwen. Zo. Oh, dit is hem. Ja. Hey. 5 away. Hey, challenge voltooid. En 19 minuten. Joost op dit camera. Zo, dat heb ik gedeeltelijk gedaan. Niet de hele tijd, maar ik heb het gedeeltelijk. Vooral de rechte stukken dat wel gedaan. Even. Want we hebben een hele challenge gehaald. Nou, we gaan even nog. Een beetje kut. En daar zijn we. En dus dan gaan we nog even de show game ook. Maar dan gooien we gewoon even alles op. En dan gaan we gas geven. Want voor mij heeft deze dit. Deze heeft dat niet, maar... Ik zit wel ook die vlog. En de 4x4, dus dan gaan we even gas geven. Even nog een paar minuten. Ik zou zeggen, wat hebben we? De map is best wel groot, dus. Tenminste, wat mee trouwens. Maar dit, straks een keer. En of zo. Wordt een nieuwe map dus. Wacht. Zo. Even roadtrippen, hè. Kijk, laat je dan als je dit ding uitzet. Kijk, ik wil lock zetten, maar verrijden vind ik toch wel wat grappiger. En dan even. Ho, ho. Ik ging wat damage al. Even leuk. Maar dit is dan het begin van de game. Tenminste, dit was challenge 1. En dit is gewoon casual spelen. Dus je kunt alle wagens die zijn gewoon gebruiken. Ik heb me zojuist al vastgereden. Nee, nog net niet. Oh, ik heb een linker bumper al helemaal gereden. Nice. Hey, we kunnen ook offroaden, want dit zijn wel offroad wegen. De mensen mollige wegen, maar kunnen ook gewoon normaal over het land. Deze heeft daar wel. We gaan kijken of het kan. Zeer zeker. Hey. Jezus. Als je het raar was dat zo'n handig idee. Goed, eentje water level. Wacht. Jezus, dat was een handig idee. Oh. En dan loskoppelen. En dan losgeven. Bye. Nice. Reus over een keer auto kapot rijden. In ieder geval, wil je dit nou vaker zien? Abonneer, reageer en like zeker deze video. Laat gewoon in de comments achter wat je ervan vindt. Als je het vaker wilt zien, ik wil het wel vaker spelen, gewoon. Ook over het algemeen vaker. Want de game is gewoon leuk. Ik had niks over te zeggen. Die niet leuk is. Dus als je dit nou vaak wilt zien, abonneer. Ja, wat ik zei, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan het vooral achter of je dit alsnog gewoon af en toe een random game wilt, als een aparte serie. Alles is alles is daarin mogelijk. Dus let me know. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van een random game. Anders.